Assassin Jeroski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe live video hier op Call of Duty Black Ops 4. Vandaag gaan wij een potje spelen met de S6 Stingray, want we hebben namelijk een tijdje geleden, een aantal weken, ook met dit wapen gespeeld. En toen was die echt super, maar ook echt super overpowered. En in een van de laatste updates hebben ze de operator mod van de Stingray slapper gemaakt. En we gaan vandaag testen of die nog steeds overpowered is. Dus wat ik erop heb staan is rapid fire, zodat we sneller kunnen schieten. Hybrid mag, zodat we een groter magazijn hebben. En natuurlijk ook sneller kunnen reloaden. De stok, zodat wij ingezoomd sneller heen en weer kunnen bewegen. En natuurlijk de operator mod, de impact blast, wat de kogeltjes die dit wapen vuurt, verandert in explosieve kogels. Dus, ik ben benieuwd. Ik heb zo'n gevoel dat hij nog steeds overpowered is. Maar misschien hebben ze het echt wel dramatisch veranderd dat hij niet meer sterk is. Maar we gaan erachter komen. Dus vind je het leuk? Ram natuurlijk subscribe, dat blijkt op straks super, super gaaf vinden. En op naar het potje. Hier gaan we dan in ons potje met de Stingray. En ik ben benieuwd hoor. Is die slapper geworden? Ja of de nee? Enemies? Dat is altijd de vraag, waar zijn jullie? Oh. Eliminated. Nee! Oh, waarom kan ik zo scheef zijn? Oké, okay, hij is niet slapper geworden. Hij is gewoon nog steeds even sterk. Oh, wie heeft dit verzonnen? Er stond, ik zweer het je, mensen denken nu dat ik een grapje maak. Er stond letterlijk bij het wapen dat de operator mod van de Stingray slapper is gemaakt. En nu denken mensen dat ik aan het liegen ben en dat ik een grapje maakte. Oké, ik moet wel even weer ermee leren schieten, want er zit een vertraging in de kogels die je afschiet. Dus op het moment dat je schiet, moet je eigenlijk in de loop van de vijanden schieten. Maar je ziet het, hij is echt niet slapper geworden hoor. Het lijkt zelfs alsof hij nog sterker is geworden, joh. Ik zie je. Ajax, drop. Ik kan hier ook niks tegen doen, het is echt ongelooflijk, joh. Het enige wat je er tegen kan doen is hopen dat ik misschiet. En dat doe ik best wel veel ermee. Maar dat komt natuurlijk omdat die vertraging erin zit. Dus je schiet eigenlijk je kogel af. En later komt hij pas aan. Er komt er een ADN. Heel verwachten. Dus je moet in hun loop schieten. Dus waar ze naartoe lopen, dat is de plek waar je moet schieten. Maar dit is echt niet slapper gemaakt. Dit is echt niet slapper gemaakt, jongens. Kom aan, bro. Dit kan toch niet? Dit is echt... Dit is denk ik wel een van de meest sterke wapens ooit in een Call of Duty game, hoor. Pak hem, teammate. Ja, lekker, jongen. Krijg ik ook weer een killetje erbij. Hij is hier naar boven gegaan. Hij staat op een trappetje. Het zijn letterlijk twee kogeltjes. Nou ja. Maak je ook. Ik ga er gewoon mee spelen. Ik vind het best. Het is een beetje zielig voor de vijand dat ik gewoon mee ga spelen, maar... Ik heb het wapen. Ik heb de operator mod. Dus ik vind gewoon dat ik het eerlijk mag gebruiken ook. Hostile signal down. Ik zie je. Oh. Een enemy gebruikt ook hetzelfde wapen. Oké, dat was mijn fout. Dat was mijn fout. Ik schot alles mis daar, joh. Als de vijanden heel veel heen en weer gaan bewegen, ja, dan heb je niet veel aan dit wapentje. Maar de meeste mensen die Call of Duty spelen, die bewegen niet op die manier heen en weer. En heel veel die gaan echt bijna stilstaan als ze beginnen te schieten. En de manier hoe je dat kan vermijden is door stok aan te zetten op je wapen. Als je namelijk stok aanzet op je wapen, dan kan je natuurlijk ingezoomd sneller heen en weer bewegen. En dat is eigenlijk een manier om dit wapen een beetje te ontwijken. Want je ziet het, hij gebruikt een GKS. Met een submachine gun ben je sowieso wat mobieler. En op die manier kan hij me dus wel heel de tijd uitschakelen. Omdat hij gewoon sneller heen en weer kan bewegen. En dat eigenlijk dit wapen heel erg goed countert. Even door de muur heen kijken. Ik ben een hacker! Ik ben een hacker, ik kan door de muur heen kijken! Oh, er staat er een naast me. Seraph dropped. Ik kan door de muur heen kijken, jongens! Down. Die enemy dacht ook, huh? Waar komt hij nou vandaan, joh? Komt er nou... Ik weet even niet meer waar ze zijn. Ik heb wel een UAV'tje. Ik denk eigenlijk dat hier nog iemand naar boven komt, of niet? Nee, hij komt hier door het raampje. Kan dat nog? Ja, dat kan nog! Alright, heb ik dat ook weer geleerd. Dit is letterlijk een van de eerste keren dat ik deze map speel op Black Ops 4. Dus ik moet weer heel eventjes die routes en alles leren. Shotgun. Teammate, pak hem. Teammate, pak hem. Yeah, ik heb hem al. Sorry, teammate. Holy knetter, jongen. Wie heeft dit verzonnen, jongen? Ik hoef niet eens heel veel moeite te doen. Dat is het erge van alles. Kom maar een trappetje op. Kom maar.
erin naast me. Wacht. Waar ben je? Je bent beneden. Even achter hem aan hoor, jongens. Daar staat. Oh, mijn drone squad heeft hem, denk ik. Ja. Moet er weer een keer naar binnen rennen. Ja, maar het zijn letterlijk twee kogels. Als ze body armor gebruiken, dan moet ik er wel bij zeggen. Als ze body armor gebruiken, dan moet ik wel wat meer raken. Er zijn er denk ik vier in totaal. Maar... wat is dit voor onzin, jongens? Ja, je kan proberen me te killen, maar... Het gaat je niet zo makkelijk... Teammate! Ik heb hem al! Het gaat je niet zo makkelijk lukken. Waar zijn ze, jongens? Waar zijn ze? Alright, ze staan in het midden van de map nu. Oh, mijn drone squad heeft hem. Mijn drone squad schoot hem letterlijk door het raampje heen, hè? Zag je het? Ik kan ook niet door muren heen schieten, by the way. Dus die enemy die daar in het midden zit te campen, die doet het goed. Die is achter de muur gaan zitten namelijk, dus dan kan ik hem niet raken. Maar ja, er stond letterlijk in de patch notes dat hij slapper was gemaakt. Maar ik denk dat ik het zelf ook wel door heb. Dat is nou niet echt wat ermee is gebeurd. Ja, je kan gaan campen, bro. Oh, ik roep net mijn UAV in. Oh, anders kon ik hem pakken, hè. Oh, daar ging ik bijna. Oeh, die was scheef. Er is eentje op die railing. Oeh. Die enemy die heeft er zin in. Die wil wel pakken, hoor. Ja, hij zit nog steeds om me te aimen. Uh-oh. Heel veel stukje achteruit. Ik heb nog maar 51 AP namelijk. Maar ze willen me graag pakken nu, hoor. Oh, yo, ze willen me echt graag pakken. Het is alleen gelukkig voor mij, tot nu toe nog niet gelukt. Uh-oh, ik heb ook geen UAV meer. Welkom, request drone squad testing. Zit er hier een achter? Ah, teammate heeft hem. Ik weet dat ik bijna een nuclear heb, maar ik kom zo weinig mensen op het moment tegen. Ja, ik ben neer. Ah, brutal. Ik moest erin rennen, want het potje was bijna voor mij namelijk. Maar ik heb een brutal gehaald, zonder eigenlijk enige moeite te doen. We staan 50 om... We staan 50 om 4. We staan 51 om 4. Zit er hier nog één op het trappetje met een shotgun? Nu niet meer. Je kan er ook gewoon mee... Oh, de hipfire, dat af en toe gaat het helemaal goed en af en toe gaat het ook helemaal verkeerd. Dus denk net het gelukje... Shield is down. Oké, dit wapen is echt kapot. Dit wapen is echt kapot. Ik schiet op zijn riot shield en omdat natuurlijk die kogels ontploffen, heb ik er gewoon opgeblazen. Ja, nee, maar... Oh, dit kan niet. Zo, teammate. Triple headshot feed. Oh, joh, dat was een mooie kill cap. Maar... Gewoon een brutal streak gehad. Ik zit niet eens echt moeite te doen. Tenminste, aan het einde deed ik nog wel wat moeite. Eigenlijk te veel moeite, waarom ik de nuclear ook niet heb gehaald. Maar... Er stond, ik zweer het. Ik meen het op alles. Er stond dat de operator mod van de Stingray slapper is gemaakt. Maar dat is echt de meest grote onzin die ik ooit heb gezien. Want hij is echt overpowered. Ik kan er niks over zeggen. Mocht je in ieder geval hebben genoten van deze video... Ram natuurlijk zo'n keihard op lijken op. Ik heb er in ieder geval wel van genoten. Dus bedankt allemaal voor het kijken. Bedankt allemaal voor de support. En hopelijk ook weer zoals altijd. Tot de volgende keer. Bye bye mensen.